Het Korps Politie Suriname heeft vandaag op de hoek van de Monseigneur Jagannath Lajmansstraat en de Quarantainstraat een controle op lijnbussen uitgevoerd. Deze controle is in samenwerking met de afdeling openbaar vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie uitgevoerd. Volgens Glenn Kalidin, buscontroleur van openbaar vervoer, is er tijdens de actie nagegaan of de bushouders de vergunningsvoorwaarden naleven. De politie is met haar scanapparaat nagegaan of de buschauffeurs vonnissen of boetes op hun naam hebben staan. Als dat het geval was, moesten zij de boete op locatie betalen of anders werd de bus in beslag genomen. De politie is tot deze actie overgegaan aangezien een groot aantal vonnissen gedurende de afgelopen jaren flink is opgelopen. Periodiek worden er controles gehouden om zo het aantal uit te voeren vonnissen in te lopen. De politie maakt het sinds kort ook mogelijk om met een pinpas te betalen als degenen die beboet zijn geen cash bij zich hebben. In totaal zijn er bijkans 89 bussen gecontroleerd. Niet allemaal voldeden aan de eisen en die hebben meteen de boetes moeten betalen. Het KPS heeft met deze actie bijkans 7000 SRD geïnd.